Breda Nu. Je weet het meteen. Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Stage. En zoals jullie zien vandaag een bijzondere kerstspecial. Vandaag ook met Nieke. En Nieke, welk nummer ga je voor spelen als eerst? Ik begin met Naderend Geluk. Kijk, dan zet ik dit kerstmandje mooi naar jou weg en dan kun je gaan beginnen. Yes. Succes! Het leuke van deze band is natuurlijk is dat ze ja, toch weer optreden. Arnie Schilder samen met Jan Keijzer natuurlijk. En in de oude tijd van Blue Eyes was dit inderdaad de band zonder naam. Wat is een kerst zonder kerstmuziek natuurlijk? We gaan lekker terug in de tijd naar 1978. Boney M, ze zijn er niet rijk mee geworden. Dat waren andere mensen, maar hier is Mary's Boy Child. Oh my lord, hier nu op jouw radio. Mocht hij natuurlijk eventjes willen doen. En ja, ik zou zeggen, kom op maar. De kerst voor vandaag, we gaan het hebben over de kerstmuziek. Helaas, mijn voorganger is ziek, dus vandaag ben ik even degene die jou het een en ander gaat vertellen over de kerstmuziek onder andere. Kerstmuziek is natuurlijk, komt ieder jaar weer terug. En na een week of drie de nummers gehoord hebben, is iedereen ze ook weer kots en kotsbeu natuurlijk. En dan, ja, zo na een maand of elf beginnen toch weer bij iedereen te kriebelen. En dan komen de oude hits weer helemaal terug. Denk bijvoorbeeld aan een Mariah Carey. Met All I Want For Christmas, die dit jaar trouwens weer op nummer 1 staat, onder andere in de winterse top 50. Je hebt natuurlijk de hits van Boney M met Feliz Navidad. En we kunnen natuurlijk ook niet vergeten de band 8. Een hele groep met onder andere Phil Collins, Paul Young, ja, noem ze maar op. Boy George, onder andere van The Culture Club natuurlijk, met Do They Know It's Christmas Time. Dat zijn toch wel de grote hits. Denk maar aan Wham, A Last Christmas, George Michael. En wat die Andrew Ridgely er eigenlijk ooit bij heeft gedaan bij Wham, ja, dat vraag ik mij nog steeds af. Want gezongen heeft hij volgens mij nooit geen één woord. Dat was alleen maar George Michael natuurlijk. De grootste kersthits, die kun je natuurlijk een maand lang horen en daarna ben je gewoon hartstikke beu. Natuurlijk zijn er ook diverse concerten weer te zien natuurlijk dit jaar. Heel veel concerten moet ik wel eerlijk toegeven. Zo heb je de concerten natuurlijk weer in Rotterdam van de toppers, oftewel René Vroeger. Jeroen van der Boom en Gerard Joling die er weer een fantastische wintershow van maken natuurlijk. En dat is natuurlijk heerlijk om heen te gaan. Zo zijn er natuurlijk ook nog onder andere Nick en Simon die een grote kerstshow hebben. Frans Bauer heeft een show. En zo zijn er nog een aantal artiesten die toch wel met de kerst weer wat binnen proberen te slepen. Mariah Carey, die kun je het beste draaien vanaf de plaat. Want als je die tegenwoordig live hoort zingen. Christmas. Stop.
gesproken. Die dame heeft de beste tijd wel gehad, maar staat wel weer op nummer 1 in de kerstparade natuurlijk. Net als Wham en The Last Christmas. Aangeschoven inmiddels. Nieke, ben je in te huren om naast de kerstboom thuis weg te zetten met je gitaar of zo? Ja, zeker. Ja? Ja. Je kunt me dan bereiken op mijn Facebookpagina, gewoon een berichtje sturen. En wat is je Facebookpagina? Hebben we gelijk de promotie gehad? www.facebook.com/nieke.sounds. Perfect. Ja. Ja, wat klinkt het heerlijk zeg. Ja? Ja, lekker klein, lekker knus. Lekker, ja, lekker Nederlands. Lekker. Ja. Ja. Hey, maar ik wilde eigenlijk, normaal gaan we altijd kijken waar gaan we naartoe met de talenten. Ja, we gaan 2017 in, dus we kunnen de toekomst in. Maar ik wilde eigenlijk eens gaan kijken of dat we 2016 kunnen gaan reflecteren. Want het is toch een druk jaar voor jou geweest. Je hebt leuke optredetjes gehad. Mm-hmm. Waar zijn we begonnen? In mijn examenjaar. Kijk, gehaald? Ja, ja, gehaald. Gefeliciteerd. Dus nu inmiddels afgesloten en een tussenjaar begonnen. En dit jaar heb ik eigenlijk voor het eerst veel optredens gegeven, voor het eerst opnames gemaakt, een Facebookpagina gemaakt. Ja, dat was eigenlijk het eerste jaar van Nieke. Ja, en waar is het begonnen? Een eerste eigen single of ben je begonnen met covers maken? Ik begon ooit met covers maken, ja. Ik had zangles en gitaarles en op de Nieuwe Vesten moet je dan optreden. Dus dat deed ik en dat waren covers. En maar ja, ik heb eigenlijk altijd al graag mijn eigen liedjes willen maken, maar dat is heel spannend. Dus ik begon in het Engels, maar dat was het toch niet helemaal. En toen uiteindelijk had ik moed gevonden om in het Nederlands te gaan schrijven. En dat was het wel helemaal? Dat was het wel helemaal, ja. Wel een stuk spannender, maar dat daarom ook zo laat, denk ik pas. Okay. Maar daarna, je bent eigen singles gaan maken? Ja, ik ben eigen liedjes gaan schrijven. En daarmee trad ik dan ook op de Nieuwe Vesten af en toe. Ik denk via Ferdy Wells. Via hem ben ik toen op gaan treden bij Bagels & Beans op zondagochtend. Dat is ook allemaal lekker klein en knus. Ja, klein. En het verdiende ook meteen, dus dat was een grote stap. Oh, kijk aan. En vanuit daar, veel vrienden van mij, die hebben dan mij weer aangeraden aan andere mensen die dan ergens een lunchroom hebben of zoiets. En Herman, die leerde me toen ook kennen. Dus dingen als de popronde en zo kwamen toen ook in beeld. Ja. En toen is balletje gaan rollen. Ja. Ja. Zometeen gaan we nog een lekker kerstliedje horen van je. Is dat ook gelijk je favoriete nummertje? Nee, om te zingen wel, niet om naar te luisteren. Nee. En dat is? Alles van Bing Crosby vind ik heel erg mooi. En What a Wonderful World natuurlijk, van Louis Armstrong. Van die zware mannenstemmen. Ja. Lekkere shake stemmetjes. Ja, van die oude, ja. Heerlijk, ja. Ja. En we gaan het toch doen. Toekomst in kijken, 2017. Ja. Staat voor de deur. Plannen? Ja, plannen. Maar niet op het gebied van muziek, vrees ik. Ik ga op reis. Dus op Oudejaarsdag vertrek ik. Voor onbepaalde tijd naar Midden-Amerika. Ik vlieg op Cuba en dan naar Mexico. In mijn eentje. En geen plek om een gitaar mee te nemen. Ik ga daar wel veel muzikanten opzoeken, dat is mijn plan in ieder geval. Ja. Ik ga de muziek wel opzoeken daar. Wat is de achtergrond van je reis? Is het gewoon een vakantie of zeg je van ik wil de muziek gaan opzoeken? Of? Het gaat vooral om de ervaring, om alleen op reis te gaan. Het is een prachtig gebied natuurlijk met super mooie muziek. En ja, die muziek vind ik wel, dat trekt me wel heel erg. En dan doe ik die Spaanse taal erbij. Ik heb zelf ook ooit een Spaans nummer geschreven, dus dat trekt me allemaal wel heel erg. Ja, want je bent trouwens wel een beetje van de meerdere talen ook, hè? Want je Nederlands, Engels, Frans, Spaans. Frans ook graag, ja. Ja, ik vind talen heel interessant. Ja. Ja. Dus blijf je in Nederland? Ik blijf wel in Nederland. Je blijft wel in Nederland? Ja. Europese of internationale plannen verder dan ook? Dat wel? Zou ik heel erg leuk vinden, maar ik blijf Nederlandse. Dat gaat niet veranderen. Dat gaat er niet uit. En ik ga ook niet opeens in het Engels zingen of zo. Ook niet. Je hebt misschien een nummertje of drie, maar dat voel ik wel inderdaad. Ja, en dan toch, je laat de muziek los dan voor hoe lang? Geen idee. Ik denk een maand of 4, 5, zoiets. Ja. Maar de muziek zal ik niet loslaten. Ik zal er genoeg muziek maken en beleven. Dus wie weet, we hebben nu nog geen spectaculaire plannen op muziekgebied, maar wie weet als je dadelijk over 4, 5 maanden terugkomt. Nee, ik wel heel erg graag zou willen is een album opnemen. Dat wil ik heel graag. En dat wilde ik eigenlijk dit jaar doen. Ja, toch die reis neemt dan heel veel tijd in natuurlijk. Ja. Dus misschien het jaar daarna. Nieuwe kostenpost is dat natuurlijk ook. Ja. Dus maar het staat wel op mijn verlanglijstje. Laten we hopen dat je in ieder geval heel veel inspiratie opdoet daar in Midden-Amerika. Ja. Dat je met iets moois terugkomt. Dat weet ik zeker. Mooi. Nieke, heel veel succes en dankjewel voor vandaag. Dankjewel. Tijdens Serious Request worden er verschillende acties gehouden. Een van de acties is de DJ-marathon in het Kerkplein. In het Kerkplein gaan DJ's 42 uur lang aan elkaar non-stop muziek draaien.
uitleggen wat er nou precies gebeurt hier bij de marathon? Wat wij doen is met 57 DJ's en dan twee, de burgemeester en de wethouder erbij, willen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor Serious Request 3FM. Voor longontsteking is het natuurlijk heel erg belangrijk dat wij als DJ's met muziek zoveel mogelijk geld ophalen. Bezoekers betalen, doneren eigenlijk entree en genieten gewoon van top DJ's van A. Nou, eigenlijk zijn het allemaal talenten. Het zijn echt goud pareltjes. En de bedoeling is 42 uur en 12 minuten. En woensdag 12 minuten over 1 stoppen wij. Non-stop DJ's, muziek, veel uitgaan en genieten. Voelt het nou om als eerste DJ hierop te treden? Ja, eigenlijk voelt het een beetje natuurlijk. Want ook het eerste contact met Dave, toen bekend werd dat dit ging gebeuren, ja, was het eigenlijk zo van, nou, is het eigenlijk misschien nog wel gaaf dat een van de DJ's die eigenlijk voorloper is geweest van zoveel DJ's, nou ja, goed, laat die dan ook maar beginnen. Bij het begin. Dus dat hebben we vanavond gedaan. Mannen, gefeliciteerd met jullie DJ-medaille. Zie ik hier een carrière switch aankomen? Ja, ik zelf zou ik wel willen, maar ik zou het publiek niet willen aandoen. Hoezo niet? Nou ja, DJ zijn is ook echt een vak en wij hebben net de eerste keer of misschien de tweede keer het geprobeerd. Maar dan ben je nog geen iemand die het vak echt beheerst. Dat hebben we net al gemerkt. En voor jou? Ja, ik vond het eigenlijk niet eens zo heel slecht gaan hoor, met z'n tweeën. Maar het was vooral gewoon gezellig. En je ziet wel dat de echte wereldtop, het is gewoon wel echt een vak apart. Maar het was echt heel leuk om te doen. En zeker omdat het voor Serious Request is dat deze DJ-marathon vandaag hebben mogen aftrappen. Dus ik wens ze heel veel succes, al die 56 DJ's. Waar kijk je nou het meest naar uit nu? Wat een goede vraag. Ja. Ik keek er naar uit. Naar de DJ-marathon, naar de stad daarnet. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat was echt een emotioneel moment. Je moet niet denken dat ik alles doe, want er zit een heel team achter. Maar het is wel zo dat wij met heel veel passie voor muziek hier naartoe geleefd hebben. En nu start het. En het enige wat ik wens is dat wij zoveel mogelijk geld op kunnen halen met alle DJ's. En heel veel blije gezichten kunnen creëren met muziek. En gisteren was natuurlijk de opening van de Serious Request. Hoe hebben jullie dat beleefd? Ja, net zoals heel veel Bredana's op het plein. Met de geweldige show van Hartwell op het dak van het Glazen Huis. Ja, en dat bevestigt eigenlijk dat als het gaat om het zorgen voor een feestje, een goed evenement, dat je daarvoor in Breda moet zijn. En dat bevestigt ook nog een keer eigenlijk hetzelfde waar we vandaag voor zijn. Breda is de stad van de DJ's. En dat laten we nu ook aan de rest van Nederland zien. Nou, we hebben jullie een beetje laten zien wat de DJ Marathon inhoudt. We hopen dat jullie hebben mee kunnen krijgen van wat er nou hier gaande is. Het gaat hier voorlopig nog even door. En het zal zwaar worden voor de DJ's en voor het publiek, maar ze kunnen het wel volhouden. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. All the friends that are dear to us, en van het mooie liedje van Nieke zijn we nu aangekomen bij Marty Kouwmans van de Grey Store Breda. Ja, dat is zo. Kijk aan. En we hebben jou hier weggezet omdat we vandaag graag wat speciale kerstplaten met jou willen doornemen.
Dat kan. Natuurlijk hebben we ook winkel met andere soorten muziek. Juist. Vooral originele persingen en platen uit de hele wereld. Heel veel genres. Soul, jazz, pop, 60s, 50s. Verkooplijn zat het? Verkooplijn 7 tegenover de Mes. Kijk aan, ja. We zijn 3 dagen open. Donderdag, vrijdag, zaterdag. En voor Breda zijn we wel een redelijk unieke winkel. Omdat wij ook heel veel mensen aantrekken vanuit andere steden. Vanuit Antwerpen, Eindhoven, Rotterdammers komen. En niet om nak te verslaan, maar om... Om echt muziek te kopen, ja. Dus dat is heel bijzonder voor ze eigenlijk, voor Breda ook. Dus ja, het is wel een bijzondere winkel voor Breda. Daar zijn we wel trots op zelf ook. En is het ook echt gericht op de platen zoals we ze hier zien? Of is het meer, hebben we ook nog de cd'tjes en de andere... Nee, het is echt platen, singles, LP's, maar ook wat kleding, fazen, gekke boeken. Over hippies, kabouters, over vrije seks in de jaren 60, drugs. Een beetje rare counterculture dingen, dat vind ik wel leuk. Ja, oké. Okay. Van die oldschool LSD-achtige... Ja, maar originele boekjes dan. Ja. Origineel, omdat het een beetje onschuldig is, een mooie layout en zo. Daar zijn we wel van de mooie dingetjes. Ja. Top. Nou, vandaag dus de kerst. Ja. Je hebt de kerstafdeling leeggetrokken. Ik heb wat kerst meegenomen, niet zo vaak gehoord. Bijvoorbeeld de Jobs, die spelen punk, kerstmuziek en... het is best leuk. Het is niet wat je normaal hoort op de radio. Het is ook, gebruik ook een aantal wat bijzondere woorden zeg maar voor een kerstnummer. Dat is gewoon kerstmuziek. Met een gezellige zang. Ja, oh, ik ben hartstikke benieuwd. Dat nummer heet iets met Santa Claus. Ja, Oh Santa. Oh Santa, nou kijk dan. En goed, er zijn wat andere dingen ook. Tussendoor. Laten we daar maar gewoon naar luisteren dan. Dat lijkt me een goed idee. En is het nou ook echt een band die is, ze klinken niet echt als alleen maar een kerstgelegenheid om het zo te zeggen, maar... Dit waren eigenlijk The Boys. En dat was een punkgroep uit Engeland. Die heeft een aantal punkplaten als The Jobs gemaakt. En nou een beetje omgeturnd. En heel populair in mijn vriendenkring vroeger. En nu zijn ze collectibles, dat is moeilijk te vinden. Ah, oké. Dat hebben ze natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dus eigenlijk hebben ze nu een uitzonderingetje gemaakt, om het even over de kerstboek te gooien. Want is dit het enige of hebben ze meer kerst? 3 LP's hebben ze gemaakt, 3 kerst LP's. Ja. Ja. Ik vind dat wel zo goed, hè? Lekker dommen. Lekker door. Het is wel anders als Mariah Carey. Nee, niet echt, hè. Maar het is ook een doelgroep voor die wat andere kerstmuziek graag hoort. Ja. Ja, juist. En top, ik ben benieuwd naar de volgende eigenlijk. Ik heb nog een tip. Uit Grey. Ik heb ook graag tips voor mensen die gewoon weinig geld hebben voor een leuke kerststal. En er is een kerststal te koop, bijna iedere rommelmarkt voor 1 euro. Dat was de LP Heino. De echte Duitse Weihnacht Heino. Dat is onze geliefde Albino, die inmiddels trouwens heavy metal muziek maakt. Als je die plaat openslaat, dan krijg je ineens een hele prachtige kerststal. En die kost je maar 1 euro. Nou, dan kun je geen schaap verkopen toch, in de winkel, wou ik zeggen. Dan kun je niet eens een kotletje verkopen in de winkel. Het is een tip van ons, namelijk Scoori heeft ook zo'n plaat. En 1 euro. En je bent klaar mensen, klaar. Prachtig. Zet hem onder de kerstboom. En ja, dat is echt mooier kan bijna niet. Een cadeau aan een stal in 1. Heino, Duitse Weihnacht und festliche Lieder. Ja. Oké, okay. Mensen doen er wat mee, want dat is een hele goede tip van ons. Ja. Ik haal de naald eraf. Ja, haal de naald eraf. Ja, oké, okay. Dan gaan we naar de volgende toe. Ik heb nog eentje. Dat is van een Engelse groep. Uit de jaren 80. En die groep die heet, we hebben een ongelooflijk prachtige naam. Half mens, half koekje. Nou, half mens, half koekje. Half mens, half biscuit. En dat kan al niet meer missen natuurlijk. Half mens, half koekje. En die hebben ook een merkwaardig nummer op B staan. De tweede en laatste. Dat iets van kerst wil. En, dat is een goede kaart. Mijn ogen zijn niet meer. 100%, ja. Die wil een Dukla Praag kit. Wat is dat? Wat hij wil is van de kerstman een kit, een soort poppetjes van Dukla Praag, de Praagse voetbalclub. Oh, ja, in de jaren 80 een heel populair spel met voetbalpoppetjes. Dan had je van die poppetjes op van die magneetjes, die kon je zo duwen, tak, tak, tak. Oh, ja, juist. En, daar gaat het over, ja, heel raar. Het is ook een uitgestorven spel. Dit is hem. Half man, half biscuit. Ik wil een Dukla Praag kitje. Ik wil dit spel van een Tsjechisch voetbalclub hebben. Daar gaat het niet zo over. Heeft je het bereikt, denk je? Ik denk dat het gewoon een onzinnig nummer is. Dus daar zou ik niks van terecht komen. Dat is wel leuk, ja. Maar wij praten erover. We praten erover, ja. Hebben we nog eentje om af te sluiten of doen we het hiermee? Nou, ik heb nog een leuke, ja. Mijn favoriet. Kijk, die kunnen we niet overslaan natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Help man, help biscuit.
Die mag jij dan terug doen. Zo, die stop ik lekker. Kun jij vast de volgende zoeken? Ja, dat is, nou, dat is niet zo heel moeilijk. Dat is ook weer de Jobs. En toevallig ben ik er heel gek van. Die hebben dan het liedje. Is het AB? Nou, even kijken. Rust op de Jobs. Komt hij aan? Het ons laatste kerstliedje. Ja. De Jobs Rabadam Dam. Hé. Hey. Hoe doe je dat? Ja. Doe je dat? Dat is magie. Ja, dat is toch heel erg leuk. Dat is een persoonlijke kerstfavoriet. Wat voel je hierbij bij deze kerst? Ja, wat ik erbij voel. Het, is een, het voelt als een beetje een duistere kerst. Echt waar? Maar wel gezellig. Zullen we dat bedoelen? Kijk, nu wordt het kerst. Nu wordt het gezellig. Nu wordt het gezellig. Gezellig, ja. Want allemaal Breda natuurlijk. Gezellige kerst. Zeker. Dat vind ik fantastisch. Ik denk dat we dit gewoon moeten gebruiken als afrondingsmuziekje ook gewoon. Ja, en dan dat is goed. Doen we het samen vanaf hier. Gewoon de mensen thuis alvast prettige kerstdagen wensen. En een gelukkig 2017. En een gelukkig 2017. Ja. En dan vergeet niet langs te komen. Zoek je kerstplaatjes op. Ja. En geniet van de dagen. Oké, hartstikke goed. Houdoe. Ja. Kerst sluit je af met stijl bij goede gasten. In je kerstkostuum zo de dansvloer op. Met name als Malin Genie, Gert, Robert en Rotek en Annex. Bij de goede gasten Christmas Rave. Intense Christmas Special. Na de fantastische 3-year anniversary is Intense op de tweede kerstdag met een heerlijke Christmas Special en een dikke line-up in de Graanbeurs Breda. Aanwezige artiesten zijn onder andere ISA, Gio, Biggie en Royal & Sincere. A tribute to Lemmy, Snaggletooth. Motorhead was de loudest, hardest rocking band van de laatste 5 decennia. Met het overlijden van frontman Lemmy op 28 december 2015 kwam er een einde aan een tijdperk. Deze avond zal de grote zaal in het teken staan van de muziek van Lemmy, waar de kleine zaal wordt omgedoopt tot de kerk van Lemmy. Hier kan je een mis bijwonen over Lemmy, gedoopt worden tot een Lemmy geloof en kan je meezingen met zijn grootste hit. Lust New Year's Eve. Op zaterdag presenteert Lust de meest classy en sexy New Year's Eve ooit. Verwacht niets minder dan de mooiste mensen, de beste champagne en de ultieme urban sounds van Diaz en Bruno. Nou, het zit erop voor vandaag. Ik ben mezelf inmiddels al aan het versieren. De kerstdagen komen eraan. Dus ik wil als eerst afsluiten met jullie fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig 2017. Maar voordat wij het nieuwe jaar ingaan, gaan we nog één keer luisteren naar onze lieve Nieke. Geduurd, maar nu ben ik compleet. Klaar voor wat komen gaat. Ik wil dat je dit weet. Ik wil dat je dit weet. Ik moest komen van een eind, een heel ander eind. Daar was ik nooit weggegaan, nooit alleen. Ik zal niets verwachten, maar hopen doe ik wel. Maak je niet druk, maak je niet ongerust. We staan nu weer rechtop. Maak je niet druk, niet voor het ongerust. Voor beiden is het goed geweest. Ik zie je staan. Ik weet hoe je bent, maar wat je precies voelt en wat je nu denkt, ik weet het niet. Ik kan het niet meer zien. Ik ben jou dankbaar, ben jou verschuldigd. Ben je dapper nu of ongeduldig? Ik weet het niet. Oh, ik
met mij. Maak je niet druk, maak je niet ongerust, we staan nu weer rechtop. Maak je niet druk, niet wordend ongerust, voor beiden is het goed geweest. Ik was misschien wel wat naïef, oh de kloof is groot mijn lief. Het voelt voor mij zo oud, maar ik zoek naar een overbrugging. Ik wil jou niet laten gaan, dus leer me hoe ik houden kan. Nodig hebben wil ik niet, wat ik wil is houden van. Breda Nu. Je weet het meteen.